Nou, we beginnen met een nieuw lied. En komen wij blijven zitten? Ik zou het knap vinden. Thank you.
water putten uit de bronnen des heils. Water putten uit Yeshua. Ja. We kennen de dans, hè? Thank you.
Papa's erbij die de kinderen willen zegenen. Onder de talit, als onder de vleugels van de Heer Jezus, onder de vleugels van God. Als je zo onder die vleugels staat, hè, en het regent, bij wijze van spreken, of er valt iets op je hoofd, dan kan dat niet, want dan valt het op die talit. En zo wil God jou beschermen. Nou, dan hangt er heel erg vanaf hoe sterk dat het talit is en hoe hard het is wat valt. Wie wil er een zegen vragen? Wie wil dat doen? Wat ga je dan zeggen? Hij zegt zegen. Wie durft dat te zeggen? Zegen dan. Van de kindjes. Vader, ik wil u zo danken, Heer, dat we met alle kinderen bij u mogen komen, met de jongens en de meisjes.
En dank u wel, Vader, dat zoals dit kleed over de kinderen is uitgestrekt, zo wilt u uw vleugels uitstrekken over de kinderen. En u beschermt ze. U beschermt ze tegen de boze dingen uit de wereld. En ze zijn veilig bij u. En als je dan bang bent, dan mag je gauw naar de Heer Jezus toe rennen en zeggen, oh Heer, ik ben een beetje bang. Mag ik maar onder uw vleugels zijn? En dan zegt hij, kom maar gauw, bij mij ben je veilig. En Vader, dank u wel dat u hen zegent. Heer, dat de meisjes sterk en mooi mogen opgroeien, Heer. Heer, tot dochters van u, de jongens tot zuilen in uw koninkrijk. Heer, wilt u zomaar spreken door de kinderleiders heen vandaag, alsof u zelf aan het woord bent. Zo zegen ik jullie in Jezus' naam. Amen. Amen. Mogen jullie naar je eigen samenkomst gaan. Heer, we willen u blijdschap brengen. Maar soms zijn er ook dingen, Heer, die ons verhinderen om blij te zijn. En Heer, die dingen die ons verhinderen om blij te zijn. Heer, wilt u ons daarvan losmaken? Wilt u dat losknippen van ons, Heer? Heer, we willen het ook loslaten. U zegt in uw woord dat wat jij loslaat, dat is ook losgelaten in de hemel. Wat jij loslaat, dat is ook losgelaten in de hemel. Heer, maar hoe doe je zoiets? Wilt u ons helpen, Heer, om dat wat wij, wat meer onze aandacht vraagt dan u, om dat bij u in te leveren. Heer, of dat zorgen zijn, of dat pijn is, Heer, of dat verdriet is, wilt u ons helpen, Heer, om dat in uw handen te leggen. En jullie vinden allemaal een briefje op je stoel. En ik wil je vragen om daar even over na te denken. Van wat houdt mij nou vast? En misschien zijn dat zorgen. Misschien is dat pijn. Misschien is dat verdriet. Misschien is dat, ja, het kan van alles zijn. En ik wil je vragen, wil je dat waarvan jij voelt, oh, dit trekt mij het moeras in. Dit trekt mij naar beneden.
Kun je dat eens opschrijven voor jezelf? En dan wil ik jullie uitnodigen om naar voren te komen. En hier hebben we een bak neergezet met een rood kleed erin. En om dat als het ware in die bak neer te leggen, als het ware in de handen van Yeshua neer te leggen. En dan dek ik het toe met die rode doek, met het bloed van Yeshua. En ik kan jullie verzekeren, ik lees het niet. Ik gooi het weg, strakjes, in de container. We gaan nu het lied zingen, geef jezelf aan Jezus. Dit is het offer wat hij van je vraagt. Geef jezelf. Geef je pijn. Geef je moeite. Geef je last. Geef dat aan Jezus. En op het moment dat je het in zijn handen legt, dan zeg je eigenlijk, Heer, die zorgen, die kan ik niet handelen. En dan zegt Jezus, halleluja. Weet je, ik zorg voor jou. Laat mij dus zorgen. Dat is wat je ermee zegt. We gaan dit lied zingen. En onderwijl schrijf voor jezelf op van dit wil ik loslaten. Dit wil ik in die bak leggen. Thank you.
Te brengen als het gaat om de God van het geld. En dat is ook echt een offer. En wellicht even kostbaar als dit. Hier staat een offerbox. En wederom wil ik jullie vragen om daar geld in te offeren. Als een offer aan Yeshua. Niet aan het feest. Als een offer aan Yeshua. Heer, ik geef dit aan u. En we zingen het lied opnieuw en ik wil jullie wederom vragen om naar voren te komen en dit aan Yeshua te geven.